De verschillende parameters voor de LGA-ACE worden ingesteld met slechts 3 knoppen. Ook kun je de LGA-ACE instellen met een app. Deze kun je downloaden uit de Google Play Store of uit de App Store. De LGA-ACE heeft diverse parameters die gebruikt kunnen worden om het toestel op de installatie in te regelen. Om deze parameters makkelijk terug te vinden, is er in het display een zoekfunctie geïntegreerd. In deze video laten we zien hoe je deze gebruikt. De instellingen voor land, taal, datum en tijd worden direct getoond zodra je de LGA-ACE voor de eerste keer opstart. Stel deze instellingen in zodra de LGA-ACE in gebruik wordt genomen. Voor het instellen van de stooklijn zoek je in het menu op parameter CP230. Nu kun je de helling van de stooklijn ingeven. De temperaturen die bij de verschillende hellingshoeken horen, vind je terug in de documentatie. Om de maximale aanvoertemperatuur in te stellen, selecteer je parameter CP000. Kies de maximale aanvoertemperatuur passend bij het afgiftesysteem en het type woning. De LGA-ACE kan op verschillende manieren schakelen tussen het gebruik van de warmtepomp en de ketel. Er kan hierbij gekozen worden tussen schakelen op basis van het beste rendement, kosten of CO2-reductie. De wijze van schakelen kun je instellen met parameter HP061. Selecteer je hier bijvoorbeeld kosten, dan is het belangrijk de kosten voor de verschillende energiedragers in te vullen. Dit zijn HP062 voor het elektriciteitstarief hoog, HP063 voor het elektriciteitstarief laag en HP064 voor de kosten van een kubieke meter gas. Raadpleeg voor de overige schakelmogelijkheden en bijbehorende parameters de documentatie van het toestel. De LGA-ACE heeft een stille modus. Deze kun je activeren via HP058. Via parameter HP094 geef je de starttijd van de stille modus in. Via parameter HP095 geef je de stoptijd van de stille modus in. Voor een optimale werking van het systeem is het belangrijk het maximale vermogen en de maximale aanvoertemperatuur van de ketel in te stellen. Bij een Remeha ACE ketel doe je dit door parameter GP007 voor het maximale vermogen in te stellen. Met parameter CP000 stel je de maximale aanvoertemperatuur in. De maximumwaarde hiervan is 70 graden Celsius. Bekijk ook de andere video's over het plaatsen en aansluiten en de inbedrijfstelling van de LGA-ACE.